Josie, goedemiddag. Er kwamen 3 Nederlandse roeiboten in actie in Rio de Janeiro. 3 vrouwelijke roeiboten, waar jij eindverantwoordelijk voor was. 2 daarvan haalden een medaille. Dat is een mooie score. Ja, vind ik wel. 3-3 is nog mooier. En ik denk dat uiteindelijk moet je alleen maar heel tevreden zijn. Ik denk dat van de 8, het is gewoon heel jammer. Maar andersom, het totale plaatje, 1 keer goud, 1 keer zilver, dat zijn van de betere scores. Ja, de lichte dubbel 2 rond goud, Ilse Paulus, Maaike Het. Zij volgden daarmee Kirsten van der Kolk en Maart van Eupen op, die in 2008 goud wonnen in dezelfde klasse. Daar was jij ook eindverantwoordelijk voor. Kun jij een overeenkomst en een verschil aangeven tussen beide boten? Kijk, overeenkomst is simpel, hè? Ze gingen beide harder dan de rest. En zonder dolletjes, ik denk dat ze dat commitment en gedrevenheid en de manier waarop zij in hun sport staan, dat het identiek is. En verschillen, kijk, er zijn altijd wel persoonlijke verschillen, maar het blijven. Ik denk dat je niet moet praten over de kenmerken van een ploeg, je moet praten over de kenmerken van personen. En Kirsten is niet Ilse, en Maaike is niet Ilse, en Marit is niet Kirsten, enzovoort. Ik bedoel, als ploeg denk ik dat er heel veel overeenkomsten zijn, en ik denk dat vooral de allergrootste overeenkomst is de wil om te winnen. Ja, nu zijn de Spelen in Rio de Janeiro voorbij. Er gaat nu een nieuwe cyclus van start richting Tokio 2020. Ja. Waar ligt voor jou nou de grootste uitdaging als roeicoach zijnde? De grootste uitdaging is te zorgen dat je zoveel mogelijk goede mensen houdt en dat je jonge mensen op een hele bewuste manier brengt. Dat wil zeggen, je moet ervoor zorgen dat ze de stappen maken die ze moeten maken. Maar je moet ook opletten dat je niet te veel gaat eisen op momenten dat dat nog niet kan. Een vorm van natuurlijke groei en zorgen op die manier dat er weer een mooi nieuw bloemenperkje ontstaat in Tokio. Tot slot, je bent genomineerd als coach van Amsterdam. Je won de Funny All in 2005 en 2008. Hoe blij ben je met deze nominatie? Ik denk dat iedere keer als je genomineerd bent, dat het een vorm van erkenning is. En ik denk dat een coachprijs is eigenlijk altijd lastig. Het is moeilijk appels met peren te vergelijken. Maar ik denk alleen het gevoel dat je genomineerd bent en dat je samen met een aantal andere topcoaches daar mag zitten, is heel fijn.